een soort. Hij doet niks. En Linus shamed ons nu. Ja, hij kijkt nu op ons neer met een boze blik. Kijk hoe boos hij is. Ja. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Readings Gaming. En vandaag mag ik zoiets vets doen, jongens. In samenwerking met Make-A-Wish ga ik voor Rick, of gaan wij twee samen, zijn droom-PC in elkaar zetten. En ik kan je vertellen, deze jongen heeft smaak. Stel je even voor, voordat we beginnen. Ik ben Rick, ik ben 15 jaar oud en ik heb diabetes type 1. Ik heb heel erg zin om samen te gaan bouwen. Ja. Ja, ik ook. Het is een super sicke PC die je hebt uitgezocht. We moeten even alles uitpakken en terwijl we het uitpakken gaan we even kijken wat je allemaal hebt uitgekozen. Zullen we dat doen? Kun je hiermee omgaan? Ik hoop het. Jij mag trouwens, je mag het publiek vertellen wat je allemaal hebt uitgekozen en waarom, als je dat leuk vindt. Nou, we beginnen maar gewoon met moederbord. Een Z690 ROG van Gigabyte. Gewoon heel vet moederbord, wit moederbord. Ik ben altijd zo slecht met verpakkingen. Ja, helemaal. Even kijken of ik er iets van kan maken. Ja, there we go. Hoop. De CPU. Maar gaan we maar mee. Wat je wil. 12700K. Booster van Intel. i7. Ja, deze man. God, super vet. Deze man weet het. Ja, ik heb één keer eerder een CPU in een PC gezet. Ja, want je hebt één keer eerder een PC gebouwd. Ik heb één keer eerder een PC gebouwd. Dat was samen met mijn vader. Okay, hebben we maar 3 dagen over gedaan. Oh, ja. We gaan er nu 3 uurtjes over doen als je het oké vindt. Ik vind het prima. Beter dan de volgende keer in ieder geval. Hij is eruit. Ik moet hem niet laten vallen, want zo'n slime is. Eerst maar eens. Sorry, jong. Ik moet hem niet laten vallen, want zo'n slime is. Dames en heren, ah, ga al. Laat hem toch vallen. Hey, ga al. 3 uur is... Hij was zijn inner Linus even aan het channelen. Ja, ja. Trouwens, ik zag op jou... ik krijg zo'n hele mooie briefing van Make-A-Wish voordat we zo'n video gaan schieten. Een driehoekje. Waar zit het driehoekje? De tekst gewoon rechtop. De tekst gewoon rechtop. Ja. Top, zo, dit is goed. Hop. Moet je hem dicht doen. Doet die? Ja, hij is er vanaf. Dus ik denk... Yes. Nou, netjes. Ik hoef jou niks te vertellen, joh. Ik ga gewoon leuk doen en hij gaat bouwen. Zullen we dat afspreken? Lijkt me een slecht plan. Wat ik wil vertellen. Ik kreeg een hele mooie briefing van Make-A-Wish voordat jij kwam. En daar stond in dat ik melk en jus d'orange voor jou moest halen. Ja. Daar stond in dat jij in de auto een lekker snackpakketje kreeg. Ja. Maar daar stond ook in dat jouw wens was om Linus te ontmoeten. Eigenlijk wel, maar dat kon niet. Nee, dat kan niet. En toen heb ik jullie kanaal ontdekt. En toen was ik de next best thing. Nee, maar... Wat ik ook wel een eer vind trouwens, maar ik heb hem wel, speciaal voor jou, uitgeprint. En hij watches over us. Ja. Hij gaat toekijken en hij gaat alles wat jij doet helemaal goedkeuren. Of ik niks laat vallen. Even kijken of dit... ja, kijk. Nou, het verhaal is eigenlijk ietsje anders. Ik wilde oorspronkelijk met Linus wat gaan doen. Ja. Toen kon dat niet, maar toen heb ik jullie kanaal ontdekt. En toen vond ik dit eigenlijk gaver. Hats! Je bent geen tweede keus. Ik had het best begrepen hoor, daar niet van. Toen gaan we RAM doen. Yes. Ja, we gaan het werkkeuken doen, joh. Okay, hoeveel RAM heb je en hoe snel? 32 gigabyte. DDR5 6000 megahertz. Wat een idee. Het is nieuws van het nieuwste natuurlijk. Ja, altijd weer Redux, hè. Als ik kan vinden hoe ik dit moet openen. Moet je 1 keer gedaan hebben en dan weet je het. Ja. Kijk. There we go. Tada. Dit werkt. Kijk aan. Maar wat hebben jullie dan toen precies gedaan 3 dagen lang? Want het gaat gewoon prima, toch? Voornamelijk dingen met voedingen was volgens mij. Het was echt allemaal gedoe. Kabels en fans en fanhubs. Uiteindelijk is het goed gekomen. Nog 1 vraag, we moeten door. We moeten ook nog bouwen. Maar wat zijn dan je favoriete games? Waar ben je mee begonnen? Ik denk begonnen echt wel met Fortnite. 2 jaar geleden is dat. Ben ik Warzone ben ik ook veel gaan spelen. En nu speel ik Battlefield, speel ik nog steeds Warzone. Dus we gaan samen Warzone in vandaag. Goed idee. Dat neem ik wel aan dan. Dus ga ik verder met dingen laten vallen? Ja, jij channelt je inner Linus. Ik ga weer... Schroefjes. Ik ben weer zo goed voorbereid. Ik heb schroefjes. Ik ga het draaien halen. Nou, ga eens even weg. Zo ondertussen even vertellen over deze mooie jongen. Een Western Digital SN850. Dit is uit de werkplaats. Nou, de snelste eigenlijk die er is. 7000 MB per seconde. Het is super vet. Ja. Gijs is er al. Yes.
En even de spullen mee. De? Wow. iFixit. iFixit. Ja. Yeah, let's go. Yeah. Wat hebben we nodig? Een kruiskop. Ja, moet je even een beetje aanvoelen welke maat. Volgens mij pak je precies. Nou, die erin dan, denk ik. Hij zei te krak. Geen binnenkant. Een beetje ASMR. Ja. Welkom, dus wel. Dit is een PC-beeld. Zo erin, denk ik dan. Mm-hmm. Beetje schuin, hè? En dan duwen. Yes. Ja, yes. Als hij niet vast zit, denk ik dat ik iets goed heb gedaan. Ja. En het laatste. Dan gaan we, Rick, die super dikke case van jou even erbij pakken. En dan mag je even vertellen welke case je gekozen hebt en waarom. Yes, rockset. Ja, het is gelukt. En ik hoop dat ik er bovenuit kom. Ik moet op mijn tenen gaan staan. Het is ietsje beter. Ik heb gekozen voor de Lian Li O11. Dynamic XL, RG Certified staat er zelfs op. En hij is wit. En daarbij heeft hij natuurlijk, hoe kan het ook anders, die Lian Li fans. Unifans. En dat gaat er super sick uitzien. Komt al iets tevoorschijn? Iets. Wat is je eerste indruk zo? Niet laten vallen. Dat is mijn eerste indruk. Vingers niet. Tada! Ja. Kijk. Wat vind je ervan? Is hij net zo vet als op het plaatje? Hij is vetter. Hij is vetter, hè? Plaatje, ja. Nou, we gaan hem, je mag hem helemaal strippen. Ah. Ja. En dan mag je het eerst. Goed. Oké, inbouwen. Heel spannend. Gaat goed. Oh shit, zit erbij. Daar zie ik een schroef. Volgens mij is dat een. Volgens mij zit hij nu goed. Af. Wat doe ik hier? Dat is een prozik idee. Jij hebt, het kan niet anders omdat jij heel veel filmpjes hebt zitten kijken. Ik heb je heel kwam. Veel filmpjes zitten kijken. Ja. Er zijn heel veel schroefjes, maar ik weet niet welke de goede zijn. Ja. Help. Ja. Dat zat zeker niet in je filmpje. Nee, helaas niet. Nou, dan heb ik ook iets, te doen. In al die filmpjes is het gewoon, de schroef het zit erin. Het zit vast. Maar welke schroefjes? Ik vind het fijn dat jij het niet weet, want dan heb ik ook iets te doen. Dat zijn... Van die onder deze. Wij noemen ze parapluutjes, zie je. Parapluutjes, oké. Okay. Oh, waar zit je op school? Ik zit op het Utrecht Stedelijk Gymnasium. Aha! Ja. Fancy! Heel fancy. En wat doe je voor niveau? Gymnasium? Gymnasium. Zeker. Volgens mij hadden we iets ingewikkeld. Dit zou wel eens een taak kunnen zijn voor die slurf die jij aan die iFixit wou zetten. Dat is een hele goede. Oké. Kijk. Yes. Ja. Nou, hebben we die ook gebruikt? Ja, moest een keer gebeuren, hè? Ja. En vast. Right. Wat waren ze? Waren ze dat? Ja, dat waren alle schroefjes. Ideaal. Oké, nou. We gaan even vertellen wat er net is gebeurd. Rick. Ja. De cooler. We zijn erachter gekomen dat die fantastisch mooie cooler die we hadden uitgezocht... Die kan niet op het moederbord. Het moederbord heeft LGA 1700. En Linus shamed ons nu. Ja, hij kijkt nu op ons neer met een boze blik. Kijk hoe boos hij is. Ja, teleurgesteld. Ja, teleurgesteld. Hij is niet boos, hij is teleurgesteld. Maar, we hebben een oplossing. Ja. We gaan een andere cooler gebruiken waar we de fans, deze fans, gaan we nou hier opzetten. Dus ik weet niet of je het al kunt zien. Maar het wordt in ieder geval heel erg dik. Nou, we gaan dus de K360 van MSI gebruiken. Die heeft een scherm, fucking sick. Maar hij is wel zwart. Dus we hebben besloten om dan maar de fans van de... Lian Li. Van de Galahad op de MSI te zetten. En dan hebben we een beetje best of both worlds. Gelukkig is je beeld niet helemaal wit. Dat, het zou pas echt lelijk zijn als alles wit was, behalve de cooler. Ah, daar zit het ding in. En dan moet je die even... Ja, het zijn gewoon duimstukken. Even slopen. Nee, dat zijn ze niet. Volgens mij wel niet. Oh, nou doe maar. Jij weet het niet. Hier zo zit ze vast. En dan kan je alleen bij als je dit weghaalt. Ja. Uiteindelijk om... Ik ga het een job overnemen. Ja. Heb je iets te doen op maandag tot met vrijdag van 9 tot 5? Helaas wel. We hadden het trouwens over jouw school, maar toen kwam het hele coole verhaal. Ja. Maar hoe gaat het daar? En je doet gymnasium. Ja. En wat heb je voor pakket? Vaste moeilijkste. Ik heb natuur en techniek. Dus de moeilijkste zou ik niet willen zeggen, anders is het lastig.
buiten school, doe je nog, heb je nog hobby's? Ja, ik game natuurlijk. Ik zit op tennis, doe ik ook samen met mijn vader. Ik spreek natuurlijk met vrienden af. Ja, ja. Wie is je beste vriend waar je nu even naar wil zwaaien? Tristan. Hoi Tristan. Hij kijkt de video's helaas niet. Hoi Tristan. Ja, maar deze wel. Ja, deze wel natuurlijk. Nou, Tristan kijkt vanaf nu natuurlijk het netjes heeft... elke video. Ik zou nu... volgens mij komt dan lunch. Ja! Lunch! Hey! Oké, nou. Ik wou net zeggen, wij gaan off-camera even de kabels doen. Want dat is super saai om naar te kijken. Dus wij gaan nu lunchen en de kabels doen. En dan zijn we zo bij jullie terug. Nou, we zijn een broodje bufjes verder. Wat vond je ervan? Heerlijk. Lekker, hè? Lekker broodje. Nou, dat doen ze goed. Ja. Niet gesponsord. We gaan verder, maar voordat we verder gaan met bouwen, heb ik twee verrassingen voor jou. Eentje staat hier al op tafel. Ik zie het inderdaad al. Daar hebben we het net ook al uitgebreid over gehad. Maar goed, je krijgt van ons een Readings Gamer M9 RGB muismat. En een mooie drinkfles. Ja, dankjewel. Die drinkfles ga ik zeker gebruiken. Maar ik heb ook nog een hele speciale persoonlijke boodschap aan jou. Van, ja, hij is niet echt mijn collega, hij is wel een beetje mijn collega. Jeff van Gigabyte. Daar gaan we een keer. Yo Rick, het is Jeff Orris hier. En wat ontzettend gaaf dat jij vandaag samen met Gijs dan eindelijk jouw droom-PC gaat maken. We zijn blij dat we hierbij kunnen helpen. En natuurlijk een dikke vette shout-out naar de helden van Redux Gaming en de Makeways Foundation. We willen je vandaag heel veel plezier wensen bij de bouw van je nieuwe PC. En ik kan niet wachten totdat de video online staat. Vanuit Orris, Benelux en natuurlijk onze hele community. Heel veel plezier met je nieuwe PC. En natuurlijk, game on. Nou, Jeff, ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, ik heb zeker plezier in. Ja, we gaan even kijken wat Jeff voor jou heeft. Oh. Want er hoort nog wat bij. Pak maar uit. Oké. Hij zit helemaal vol. Hij zit zeker vol. Oh. Nou, kan ik op de PC zetten, denk ik. Ja. Dat is wel gaaf. Er staat er ergens in, maar ik kan hem even niet vinden. Een puppetje. Hebben we nog meer? Hij zit echt vol. Kijken. Ah, een vest. Kijk aan, een echt Orris vest. Ja. Logoetje erop. Dat is vet. Drip. Zeker. Oeh, en nog een muts. Lekker, lekker warm. Ja, komt en nu nog even goed van pas. En een voor pet. Straks in de zomer. Een pet. Een pet. Ja, hier. Wat? Kom maar op. Ik ben er klaar voor. Zit er nog meer in? Vet man. Ja, dat zit nog meer in. Zit er nog iets in? Nee. Ah. Aan alle goede dingen komt een einde. Super bedankt, wauw. Lekker mee naar huis dan. Jeff, super vet dat je dit hebt gedaan en dat je mee hebt gewerkt. Dankjewel bro. Heb je iets van Gigabyte in je build? Zeker. Ja, zeker. Nou, twee dingen zelfs. Natuurlijk het moederbord en eigenlijk het belangrijkste. Pak hem er even bij. De grafische kaart natuurlijk. Lekker. Die ondersteboven staat. Hij staat ondersteboven. Ja, hij staat. Ah. Maar maakt niet uit. We gaan hem dadelijk poging uitpakken. Poging 2, graafse kaart natuurlijk. We gaan hem dadelijk uitpakken en dan krijgt hij nog lekker veel aandacht. We gaan nu eerst... Wat gaan we eigenlijk doen? Ik stel voor dat we even de fans en de koeler gaan doen. Dan houden we daarna weer een... want daarna zijn er weer 80 kabels bijgekomen. Dus dan doen we daarna weer even een kabelpauze. Zeker. En dan doen we dan de kaart. Dan zijn we klaar. Pauze voor de video dan. Ja. Voor ons helaas niet. Voor ons helaas niet. Wij moeten keihard door. Ja. Je mag even, want je hebt die fans uitgekozen. Je mag even laten zien wat er nou eigenlijk zo handig is aan die fans. Ja, dit zijn de Liangyi Li Uni fans. Je denkt natuurlijk heel veel fans, heel veel kabels. Liangyi heeft er iets op bedacht. Je kan ze gewoon in elkaar schuiven. Ik moet het wel goed doen. Je kan ze in elkaar schuiven. Zit ze aan elkaar vast. En heb je maar één kabel nodig voor meerdere fans. Dat is handig, want we hebben natuurlijk ook heel veel fans. Dus minder kabels. Dat is altijd fijn. Zeker voor Gijs hier, want Gijs doet natuurlijk gewoon al het kabelwerk. Weet je, ik sta er gewoon bij, kijken naar. Ja. Ja, bedankt. Top. Goed gedaan. Goed verteld. En dan klik je dit er heel soepel en makkelijk in. Ja. En dan heb je twee kabels voor drie fans. Nou, dit zit in ieder geval vast. Dit, ergens naartoe. Dan gaan we ergens naartoe. Nou, plaats die maar terug. Het gaat wel ergens naartoe, in de PC. Haha. Ja. Maar de fans gaan nergens naartoe. Nou, we gaan lekker los. Moeten nog die andere toren die we hebben gebouwd. Inderdaad. Die moet hier. Hè? Yep. Was de bedoeling. Dan moet je daar even die stickertjes op plakken. Eén. Check.
Hartstikke idee. Lili. Zeker. Nou, mag je die ook vastmaken? Dit gaat heel erg fout. Maar het komt goed. Ja. Het is beter. Nou, nog maar 12 te gaan. There we go. Dit er eerst doorheen. Fabrikanten zouden hun producten eens met minder zooi moeten leveren. Dat is zeker een gewoon iets minder zooi. Het maakt mij echt niet uit of die kabeltjes netjes vastgebonden zitten als ik ze uit de doos haal. De tafel ligt helemaal vol met allemaal RGB-spullen, met allemaal kabels. Hartstikke mooi. Dat moet nog allemaal gebeuren. We gaan even de voeding en de koeler erin zetten en daarna houden we weer even een kabelpauze. Voordat... Zo erin. Hier zat nog een plasticje, Rick. Oh, heb ik iets fout gedaan? Shit. Ja, ik heb hem al. Toch wel. Ik heb hem al. Sorry, Linus. Ja, slecht gedaan. Slecht werk geleverd. Eerst de koeler, maar doen we zo. De koeler plaatsen. Nou, die komt zo om. Ik heb een kabels er weer bij. Alleen al aan die pomp zit er 6 of zo. Ik heb ze allemaal. Ja, kijk ze maar strak. Ja. Controleer of gij zijn werk goed heeft gedaan. Ja. Wat was dat? Dat was mijn insulinepomp. Oh. Dus waarschijnlijk heb ik te hoge bloedsuikerwaarde. Ja. Dan moet je daar iets mee doen? Soms wel, op het moment niet. Het gaat er namelijk ook om hoeveel actieve eenheden insuline je nog over hebt. Ja. Het zit vast, dus prima. Netjes. Het gaat nergens heen. Nou, laten we de kijkers even zien hoe ver we nu zijn. Oh, wacht, we zitten de pomp nog even vastzetten. Ah. Dat lijkt me wel zo... Wel zo handig, inderdaad. Wel zo handig. Er zit al thermal paste op, dus dat is fijn. En dan, even kijken of ik nu niet de slang helemaal in de knopen heb. Jawel. Moeten we die zo erop zetten. En... Zo. Check. Die zit vast. Nog een alarm. Oh. Een tip van de meester. Aan deze slang kun je draaien. Van de Redux Gamer. En dan lopen die wat mooier. Zie je? In plaats van dat er zo'n lelijke kronkel in zit. Gaan ze nu gewoon zo tjaka. Nou, dan kunnen we deze al erop zetten. Ja. En deze kan in ieder geval klaar. Wacht, ik moet wel even mijn vingervlekken eraf nemen. Van 1, van 2, van 3 dingen zie ik hier. En dan moet jij wel uitzoeken. Hoe dit werkt. Dat ga ik nu doen. Allemaal off camera. Kijk even. Jee. Linus, sta me bij. Tot zo. Daar zijn we. Zeg maar, wat gaan we doen, Rick? Nou, we gaan straks gaan we de grafische kaart doen. We hebben nog een extra SSD. Een Aorus Gen 4 2 terabyte SSD hebben we nog ingezet. Hartstikke idee. Ja, gewoon omdat het kan. Ja, voor al die games, hè, weet je. Je Warzone moet toch gespeeld kunnen worden. Ja, dus, zeker. Die zit er in ieder geval in. En dan gaan we nu verder. Eigenlijk het beste onderdeel. De grand finale. PC. Ja, grand finale. De grafische kaart. Ja. Pak hem maar snel uit. We zijn bijna klaar, joh. Uitpakken, bijna klaar. Lekker gamen. Ja, nog even Windows en zo erop. Ja, software installeren. Spelen met RGB. Genoeg te doen. Grafische kaart. Dit is hem. Die gaat erin. Heb je mooi gekozen. Zeer mooi. Ja. Zo. Kabels aan de kant. Hartstikke idee. Hij zit vast. Perfect. Wat een unit. Ik had het zelf niet beter gedaan. Mag je daar schroeven in draaien? De tweede gaat vanzelf wel. Nou Rick, wat vond je ervan? Ja, super vet natuurlijk. Ja. Het ziet er gewoon vet uit. We zijn nu 3 kwartier uitgelopen en we moeten nog Windows erop zetten. Dus helaas, de 3 uur is niet gelukt. Maar het was ook al heel gezellig, hè? Het was super gezellig, ja. Het was super gezellig. Heel vet om te doen samen. Ja. We hebben nog hulp gekregen van anderen, dankjewel bro. Het was vet gezellig. Nou, hoe gezellig het ook was, het had allemaal geen zin. Het heeft allemaal geen zin als die PC niet werkt. Dus ik stel voor dat jij gewoon op de aanknop gaat duwen. Ja. Je hebt de voeding al aangezet. Je mag van mij, de eer is aan jou. Ga het eerst. Zet hem aan. Dit even afhalen. Even die aanknop exposen. Mm. Daar is hij. En dan, moment van de waarheid.
3, doet hij het? 2, 1. Hij doet niks. Is dat de goede? Dat is niet de goede knop, denk ik. De allerbovenste. Ja. Het doet het wel. Hey. Verkeerde knop. Ja, dit is... dit is wel next level, ja. Ik die kabels wil ding. Wat een idee. Kijk. Ja, dankjewel. We gaan naar de B-roll. Nou Rick, super tof dat je er was. Ik vond het super gezellig met je. Je bent echt een slimme kerel. Je had het eigenlijk gewoon zelf gekund bijna, toch? Nou, ik heb je heel vaak genoeg nodig gehad. Dat is super bedankt. Nou, je hebt het super goed gedaan. Ik had het op mijn eerste dag niet beter gedaan. Wil jij nog iets zeggen in de camera? Ja, super bedankt. Ook Make-A-Wish en Redux Gaming natuurlijk. Heel erg bedankt dat dit mocht. Dankjewel. Nou, het is je gegund, kerel. Vond je het een leuke video? Drop dan even een like en subscribe als je nooit meer een video wil missen van Redux Gaming. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende. Doei!